Kom maar, kom maar. Nee, dus volgende week woensdag, Werelddierendag, om 3 uur gaan we met elkaar een foto maken. Met zoveel mogelijk honden. Want de Russen moeten worden verslagen. Die zijn ooit met 720 honden op een foto gegaan voor het Guinness Book of Records. Wij hebben er 21, dus als jullie met 700 honden komen, dan hebben we het wereldrecord. Ja, je hoort het goed. 21 honden en 6 kinderen. Dus je kunt wel zeggen dat ze niet hebben stilgezeten. Nee, dat gaat niet werken, hè? Meisjes met meisjes. Gelukkig wonen ze niet op een flatje en hebben ze de ruimte. Nog een beetje. De inspiratie voor hondennamen komt overal vandaan. Automerken, tasjes, schoonmaakmiddelen, we hebben alles. Nou ja, we hebben Tarzan, we hebben Freddy, we hebben Teddy, we hebben Amico. Sophie, we hebben Clara, we hebben Bobby, we hebben Frankie. Dus ja, zo kunnen we nog even. Ik denk dat we op 21 zitten. Ja, dus, maar jullie zitten nu op 21, worden het er nog meer? Nee, want ik vind wel ook nu dat we aan onze tak zitten. Ik ben, prima ik ben echt blij dat dit vastgelegd is, want mijn vrouw heeft een hobby. En er zijn mannen die daarvoor weglopen, heb ik nooit gedaan. Maar het staat er nu in ieder geval zwart op wit, nee. Dus 21 is de top. Kom maar. Wat ook top is, is de bijzondere gave die Sandra heeft. Vroeger zo'n programma, We Hadden Dat, met Jos Brink. En dan kon iemand een kunstje, een heel bijzonder dingetje. En Sandy zou daar echt vandaag aan mee kunnen doen. We zetten haar geblinddoekt in het bos neer. En één hond blaft en dan zegt zij welke van de 21 dat is. Kom maar, koek. De foto, dat zal denk ik wel echt het spektakel van de eeuw gaan worden. Want dat wordt natuurlijk nog wel een toestand als iedereen natuurlijk in de plooi moet. Ja, of ze allemaal luisteren. Ja, we kennen natuurlijk ook niet de honden die zich allemaal aangemeld hebben. Dus ja, we hopen op een hele grote, super gave foto met allemaal leuke hondjes.